Zo, nu heb ik hem op 17 graden gezet. En daar kan bijna iedereen aan wennen. Door de stijgende energieprijzen moeten we onze levensstijl een beetje aanpassen. Vaak roepen ouders, pas op dat je geen kou vat. Je kunt er ziek van worden. Maar dat is een misverstand. Ik ben Wouter, thermofysioloog. En hier in de werkplaats ga ik je laten zien dat de verwarming een paar graden lager zetten zelfs goed kan zijn voor je gezondheid. Wat gebeurt er als je die thermostaat omlaag draait? Stel, je zet hem echt op die 17 graden. Dan zul je het in het begin wel erg koud hebben. We doen bijvoorbeeld experimenten in ruimtes met een binnentemperatuur van 15 graden en met proefpersonen die alleen een t-shirt en een korte broek aan hebben. Gemiddeld genomen vinden mensen de eerste paar dagen erg oncomfortabel. Maar we zien dat na een dag of 10 de mensen zich al een stuk comfortabeler voelen. Dat komt onder meer doordat het lichaam zich aanpast. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat ruim een eeuw geleden we 13 tot 15 graden acceptabel vonden. Mensen waren veel flexibeler door weersveranderingen die ook binnen voelbaar waren. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen nog steeds flexibel zijn. De binnentemperatuur die we acceptabel vinden, beweegt mee met de buitentemperatuur. In Nederland vinden in de zomer binnen hogere temperaturen juist comfortabel, terwijl in de winter juist wat lagere. Maar door moderne verwarming zijn we steeds meer gewend geraakt aan een constante temperatuur van zo'n 20, 21 graden in de winter. Onze comfortzone is daardoor in de loop van de tijd steeds smaller geworden. Wat gebeurt er nou in je lichaam als de temperatuur omlaag gaat? Je lichaam heeft een soort thermostaat. Als je het te koud krijgt, dan zorgt het zenuwstelsel voor actie. Wordt het te koud, dan vernauwen de bloedvaten in de huid zich. Door die vernauwing van je bloedvaten raak je minder warmte kwijt. Hoe minder bloed er door de huid, handen en voeten stroomt, hoe minder warmte je verliest. Door wat afwisseling in temperatuur train je als het ware je bloedvaten. In de warmte staan ze open, in de kou trekken ze samen. Je maakt ze eigenlijk wat flexibeler. We zien dat bij gewenning aan kou dit een gunstig effect heeft op de bloeddruk, want die gaat namelijk omlaag. We denken daarom dat regelmatige blootstelling aan lagere temperaturen op den duur goed is voor hart- en bloedvaten. Wordt het nog kouder, dan stuurt het zenuwstelsel een signaal naar je zogenaamde bruine vet. Als je aan vet denkt, denk je waarschijnlijk aan wit vet. Dat is het vet waarin we de energie uit de voeding opslaan. En dat zit met name in het onderhuidsvet en in de buik. Daar word je dik van. Maar bruin vet is anders. Daarmee kunnen we warmte produceren. Hier zie je een voorbeeld van een proefpersoon in de warme omgeving en dezelfde proefpersoon in de kou. En dan zien we het actieve bruin vet zwart afgebeeld. En dat zit vooral bij de schouders, langs de wervelkolom en in de hals. Bruin vetcellen zitten vol mitochondriën. Dat zijn een soort energiefabriekjes. Bovendien is het bruine vet goed doorbloed en daardoor kleurt het roodachtig bruin. Vandaar die naam. Die energiefabriekjes functioneren bij kou als een soort miniatuurkacheltjes. Normaal zetten ze suikers en vetten om in een brandstof die bruikbaar is voor de cellen. Maar als je het koud hebt, ontstaat er een soort kortsluiting in de fabriekjes, waardoor ze geen brandstof meer produceren, maar alleen maar warmte. Daarnaast is er een grote rol weggelegd voor je spieren om je lichaam op temperatuur te houden. Als het zo koud is dat alleen het bruin vet niet meer helpt, dan spannen de spieren zich aan en zul je gaan rillen. Ze bewegen zonder dat je zelf voortbeweegt. Daardoor komt er warmte vrij. Zowel het actief bruin vet als de spierspanning zorgt ervoor dat je meer voedingsstoffen verbrandt. En dat is gunstig voor je stofwisseling. Vetten en suikers worden beter benut. Je vermindert daarmee het risico op suikerziekte en je verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Moeten we dan met z'n allen continu in de kou blijven zitten voor de gezondheid? Nee, we moeten vooral niet in die smalle comfortzone van 20 tot 21 graden blijven hangen. En dat is precies wat we nu wel in de winter doen met de verwarming. Daar wordt je lichaam lui van. Het beste voor je lichaam lijkt meer variatie. Door jezelf in de winter meer bloot te stellen aan kou en in de zomer meer aan hitte, blijf je je bruin vet, je spieren en je bloedvaten trainen. Net als bij sport en bewegen. Zo is het bij temperatuur ook. Je wilt dat je lichaam actief blijft. Voordat je de thermostaat laag zet en je huisgenoten straks gaan klagen, moet ik wel zeggen dat de individuele verschillen groot kunnen zijn. De ene persoon kan zich makkelijker aanpassen dan de andere. Maar voor iedereen blijft gelden, kou is best goed voor je. Dat is in tegenstelling tot wat je vaak hoort, dat je ziek zou kunnen worden van de kou. Dus wees niet bang om de thermostaat een paar graden lager te zetten. En ja, je kunt natuurlijk altijd nog een warme trui aantrekken. Maar dan zullen de gezondheidsvoordelen wel wat minder zijn. Van spullen kopen worden we niet gelukkig.
Ik ben Nele, psycholoog. En in de volgende aflevering vertel ik je hoe dat komt.